Goedemorgen, het is vandaag zondag 10 januari en het is de dag van de high tea. Een tijdje geleden kon je meedoen aan een winactie om een high tea met mij te winnen en vandaag is het zover. We hebben 5 lezeressen uitgenodigd en 1 stagiair. Ik heb deze week een stagiaire gehad en als afsluiter vind ik wel leuk om haar ook mee te nemen naar de high tea. Zo, so, Attempt to Free Bakery. Het is echt, ben je hier was geweest? Niet. Nee hè? Nee. Het is echt een heel leuk zaakje. Alleen op cafés en macarons. En macaroon. Ik vind hem echt heel gaaf. Zo, doe maar gewoon als ik er niet ben hoor. Als ik jullie niet wil. Ja. Ik ga zo meteen terug. Ja, ik ook. Geweest, maar ik wist dat het kort zou zijn. Maar is open? Yeah. Fijn. Ja, dat gaat wel lekker. Ik liep er langs, ik dacht, oh, ik heb een camera. Oh nee, mijn camera. Maar ik dacht, jouw camera. Ik wilde het niet. Ja, je mag zeggen dat jouw camera was. Hou je mond, ik lust ze echt wel. Nee, die vind je vies. Echt, oh, die is heel vies. Ja, nee, dat wordt niet voor lang. Macaroon. Oh, dit is echt een snoepjeswinkel. Oh, wauw. Oh, maar dit is een worteltje. Oh, niet. Kunnen jullie hebben? Nee. Gaan we eens kansen, gaan we vegetarisch, mayo, kaas, hummus en tomaat. Dan gaat best wel met mijn hummer. Dan hebben we ook nog cake, verschillende soorten brownies. Oh, macaron. Ik luister wel hoor. Oh, ik moet echt even zeggen dat ik in de hemel ben, want wow. Kijk nou. En ja. Kijk oh, dat nou. Is echt een schaar. Ja. En kijk, oh, macarons gaan snel. Ik ga nu stoppen met filmen en ik ga eten. Ik telefoon en denk ik, oh ja, dat is goed. Nou, staat dat zie ik heel leuk. Meestal. Die ook. Oh, dat boeit me niet hoor. Oh, ik probeer echt netjes te schrijven. Oh, ik kom echt een camera voor op dit moment. Die hebben we ook aan. Oh, dat is echt net paparazzi. Oh, die is leuk. Ik kijk net op. Yes. Ja, die is leuk. Kijken. Die is leuk. Oké, okay, echt leuk. Verbonden op. Hij is inderdaad leuk. Dat kan een profielfoto ook worden. Ik heb het net veranderd, maar dan over een paar weken of zo. Ik verander altijd echt heel veel. Dan ga ik hier iets anders kijken. Hebben jullie ook de thrillerversie gelezen? Het eerste boek? Met een witte roos. Ja? Is toch heel anders? Maar hij is van mij, hè? Ja, ik vind het wel heel anders inderdaad. Ik ben om 7 uur wakker. Ik zou het bij deze houden. Ja. Oké. Ja, ik was echt... Hij hield dan ook echt zoiets van... Wat is er gebeurd? Is dit... Maar hij is het einde. Nee, dat is super. Echt zo mooi. Ik ga echt een boek leggen die ik daarna zou gaan lezen. Ik heb echt niet een woord in dat boek. Ik heb echt een zin om even dat geen boek lezen. Gewoon, ja. Wat is het? Wat is het? Afgelopen. Dat is juist goed hoor. Ik heb mijn eigen. Ja, vloggen. Ik vlog er wel uit. Zie je, zeg leuk. Oh, cadeautjes. Eindelijk. Zo, onze boeknerds gaan nog heel eventjes naar de Donner toe. Dat was niet mijn idee en ik ga geen boeken kopen. Je liegt! Ja. Ik ga geen boeken kopen. Je liegt! Ik ga geen boeken kopen. Je liegt! Ja, natuurlijk was ik weer vergeten een outro op te nemen en de gedachten te zeggen. Dus ik sta nu even in de gang om alsnog gedachten te zeggen. We gingen naar de high tea. Ik zat te kijken naar het haar op mijn vest. Na de high tea zijn we nog met een paar naar Donner gegaan. En ik heb geen boek gekocht. Ik ben helemaal trots erop. Want
Ik vond dat ik nu geen boek meer mocht kopen, ben aan het sparen. Ik wil een nieuwe laptop hebben, dus ja, daar gaat het geld nu even naar uit. Maar de high tea was heel erg leuk, het was allemaal heel lekker. We hadden nog genoeg over, vooral van de sandwiches en van de mini cupcakes. Maar er zijn nog een paar van meegenomen, in de doggy bag natuurlijk. De meiden hebben een goodie bag gekregen. Wat erin zat, dat zien jullie op mijn blog, die afgelopen maandag op mijn website is gekomen. Nou ja, natuurlijk boekendingen, boekenleggers, dat soort dingen. Hartstikke leuk. En jullie bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende video. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. Dus duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Bij 100 abonnees verloot ik een nieuw boek. Of blindelings. Of hij is mij. Welk boek je het liever wil. Dus als je er een wilt winnen. Zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Oké, doei.